bij een extra vlog. Ik ga zo meteen naar jouw bal, het eerste boekenbal voor Young Adult fans. En ik mag daar gaan vloggen. Staat de pont, die moeten we hebben. En hiervoor me lopen Florine en Anouk. En ik loop hier bij Cheyenne. Hoi. Hoi. Ik ben nou heel scherp. Ik heb hier... Maar waarom ben je niet scherp? Ik ben nog bitter. Ja, sorry, ik ben hier nog bruiner. Florine. Hi. En Anouk is hier heel druk bezig met de pumps. Hoi. Cheyenne, zeg eens hoi. 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 Echt heel erg geïnteresseerd allemaal. Kijk, Frank, we moeten vloggen. We moeten vloggen. We hebben Frank, we hebben hier Chantal. En Dominique. Tineke. Hey, het programma. Je kan het niet lezen, maar jee, het programma. Woehoehoe. Mij dat ik nog net gemist. Oh, ga ik ook zo eventjes zitten. Dit is mijn envelopje. Hij focust niet. Hallo, mijn envelopje. Hallo, envelopje. Hi, envelopje. Hij focust niet, maar hier staat snoepthijzen.nl. Oeh, en kijk. Kijk hoe top dit is. Dat vind ik echt zo leuk. En ik heb een button. Oeh, van vals. Oh, ze hebben zelfs bierveeltjes van jouw bal. Ik sta hier met Buddy Tegenbos. Hoi! Hallo, goeiedag. Hallo. Open 8 uur talkshow. Oh, 9 uur is de uitreiking. Daar moeten wij dus sowieso naartoe. Dit zijn de genomineerde boeken. Meneer Joost in de house. Waar is meneer Joost? Oh, wauw. Hoe is het met jullie? Heel goed! Oh, kom op, dat doe je als je bij hen in huis kwam bent. Hoe is het met jullie daarboven? Oké, dan. Welkom hier bij het Jouwbal. Mijn naam is Andrew Wakinga. Misschien in het kort, wie ben ik? Nou, dat is een lang verhaal. Maar het komt erop neer, in het dagelijks leven ben ik presentator. Radio-DJ doe ik bij de publieke omroep. En soms word ik gevraagd om een avond aan elkaar te praten zoals deze. Hoe lang doe jij dit al? En dan, dus dat deed je al voordat je er nog op school iets mee kreeg. Dit is gewoon iets wat jij gewoon graag doet. Ja. En heb je dan al een manager of zo? Hoe werkt zoiets? Nou, ik liep stage bij een hele leuke studio. Studio Rolf van Roon. Vorst ook aanwezig. Ja. Nou, die hebben een heel leuk ontwerp gemaakt voor dit boekje. En ik heb de kans gekregen om daar te voor mogen illustreren. Dus daar hebben ze mij voor gevraagd. En ja, dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. Kom op, kom op, kom op. Gentlemen, let's welcome to the stage. Come on. Dat is Jordi. En dat is Kate Martin. Isn't it strange that nowadays, when you write, you have all this other stuff that you have to do, or supposedly have to do? Yeah, there's a popular hashtag amwriting, which I think is a little bit insincere. So I always do hashtag amtweeting about writing. I'm not
writing with one hand and tweeting with the other hand, because I believe in honesty with my readers. Vals, gebaseerd op het razendspannende boek van Mel Wallis de Vries. Dit is geweldig, toch? Ja, maar dit was echt te gek. Het was ook de eerste keer dat ik het hoorde. Wauw, ik ben jullie gewoon spek geworden. En ik wil zangles, want ik wil ook meezingen. Jij hebt het boek dan geschreven. Ja. Het gaat wel over pittige dingen ook, hè? Ja, het gaat inderdaad, het is heel eng, het is een spannend boek. Ja. Maar het gaat uiteindelijk gewoon over vier meisjes die eigenlijk min of meer volwassen worden en zichzelf in hun vriendschap gewoon... Ja, wat beter leren kennen. Genomineerd voor de DioLife de Literatuurprijs 2016 in de categorie Vertaald zijn... De naam van mijn broer van Larry Tremblay en vertaald door Gertrude Maas. Doorgang van David Mitchell en vertaald door Harm Dapsma. Genomineerd voor de DioLife de Literatuurprijs 2016 in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig zijn de IJsmakers van Ernest van der Kast, de Zeezien van Toon Meijers, het Bestand van Arno Grunberg, het Uur van Zimmerman van Caroline Bertens. De publieksprijs. En daar wil ik even over zeggen dat er 10.000 jongeren hebben gestemd op hun favoriete boek van 2015. Ik vind dat echt een ongelooflijk aantal. Dat is het dubbele van vorig jaar, dus shout-out naar jullie. Ik ga jullie niet langer in spanning laten. We gaan kijken naar een filmpje over de winnaar. Kijk mee. De winnaar van de publieksprijs van de DioLife de Literatuurprijs 2016 is geworden... Waar het licht is. I wanted to say thank you so much to all of my Dutch readers for reading my book. It's a very personal story. Finch was inspired by a boy I loved years ago, and because it's such a personal story, I was really scared to write it. But I'm so glad I did, and you have made me feel so welcome, and it means so much to me the way you've loved Violet and Finch and embraced the book and embraced them and me. And I can't ever tell you how much that means to me. I just wish that I could thank each and every one of you in person and give you the biggest hug in the whole wide world. But hopefully I'll get to meet you someday.
Ik denk nog op mooi focus. Maar oké, we gaan gewoon kijken. Oké, dat was dus de verkeerde zaal. Harry Potter Mini Expo. We hebben het gevonden. Ik weet niet waarom het hier donker is, maar ze hadden boeken. Foto's. Er is ook geen licht. Het is een mini donkere expositie. Wat is dit? Wacht, kan iemand bijschijnen? Hey, Snitch. Oh. De Snitch. Oh, zijn er lampen? Oh. Oh. Wacht. Ah, er is dus licht. Aha. Wat zijn dit? Tekening. Nou, ik zei dus al, hier de Snitch, auw. Ik krijg een ballon van Florine op mijn hoofd. Oké, okay, oeh. Dus dan is het ook om mee te nemen. Ja, ik heb lamparen in mijn zak. Heb je Hedwig om mee te nemen. Hoi. Ben je blij? Ik ga de vlog afsluiten. Ik heb een hele leuke mensen ontmoet. En wij gaan nu nog eventjes dansen met een paar bloggers en een paar andere lezers. En als deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien we bij de volgende video. Doei doei!